gets caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Vandaag doe ik een speciale challenge. Ik ga namelijk de solo squad challenge doen. Wat het is, is dat je eigenlijk solo in een potje Fortnite squads gaat terechtkomen. Dus het ding hiervan is eigenlijk, je speelt constant tegen een team van 4 of 3. Dus het is elke hele tijd 1v3, 1v4. Dus op zich is deze challenge best wel legit heel moeilijk. Maar als je een beetje geluk hebt met de loot, als je bijvoorbeeld een scar krijgt, een paarse shotgun, een blauwe shotgun, die goede shit, dan heb je al wel kans om ver te geraken. Maar op zich, deze challenge blijft natuurlijk wel heel moeilijk. Als je het nu zelf al eens gedaan hebt of wilt proberen, laat dat sowieso weten dat je dat gaat doen. Bent je nu nieuw op dit kanaal? Bent je nu gewoon helemaal nieuw? Heb je nog nooit mijn video's gekeken? Is het de eerste video dat je kijkt? Welkom! Druk even op die rode subscribe-knop, dat zou ik super chill vinden, want de support op Fortnite is echt insane. Maar dus, blijf me supporten, blijf een liken, een subje droppen, doe dat allemaal. Dat zou ik heel chill vinden, dan gaan we proberen te winnen. Is hier nu legit niemand? Oh my god. Volgens mij hebben we heel veel geluk. Hier lent volgens mij niemand. Dan gaat het waarschijnlijk een win betekenen. Stel je voor, de cirkel valt nu op ons. Ik geef jullie toe, we gaan dan weinig kills maken. Maar dan hebben we sowieso een grote kans om te winnen. Er gaan waarschijnlijk nog wel mensen landen hoor, dat geef ik wel toe, maar ik ga even luisteren. Ik hoor ook niet echt direct iemand. Het kan heel chill worden. Nu moeten we wel even nog een shotgun vinden, voor stel dat er toch een paar downies geland zijn. Hier is geen shotgun. Niet chill. Dit is waar je de nieuwe SMG. Okay, ja. Oh, de cirkel is ook nog eens dichtbij. Dat betekent dat we ook gewoon heel laat kunnen vertrekken. Ik ben hyped, boys. Ik ben hyped. Dit kan de winst worden. Blauw AR, nice. Trap, nice. We hebben een totaal van 5 minuten. 3 minuten voor de storm en 2 minuten ongeveer om te looten. Dus op zich moet het wel lukken. Ik hoor denk ik een chest, maar dat is volgens mij hierboven. Oh nee, hier. Laat maar. Ik ben gewoon doof, denk ik. Oh, nice. Snipper. Jullie weten dat ik die sniper god ben van die andere video. Het enige wat ik nu nog nodig heb is een shotgun, want ik heb nog geen enkele shotgun gevonden. Als ik nu iemand tegenkom en nu ben ik alsnog dood, want ja, zonder shotgun. Nog een shield potion. Ik neem het gewoon mee. Beter dan een blauwe AR, dus. Jo, denk je. Groene AR, wat zeg ik zelfs blauw? Slurp juice, ja, ik ga dat gewoon innemen. Ik kan het niet meenemen. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit, denk ik. Ik drink het gewoon op, stel je voor ik word gehit of zo. Je weet maar nooit. Is dat een scar? Oh, ik dacht eigenlijk dat het een scar was. Ja, daar gaan we in hoop. Oké, okay, nog 2 minuten 45 om Burger Town te gaan looten. En dit dingetje. Ik heb nog steeds geen enkele shotgun gevonden. Dit kan nu toch niet? Even legit. Nog een shield potion. Nog een shield. Als we willen kunnen we gewoon 4 shield potions meenemen. 5 zelfs denk ik. Dat ik er 5 heb gehad in totaal. Dat is wel heel gek. We zijn nu al 6 minuten gewoon aan het looten. Besef dat even. Nog een sniper. Maar die sniper kan ik niet meenemen. Want daar heb ik toch niks aan. Om 2 snipers te hebben. Maar ik heb wel geen enkele shotgun gezien. Of ik heb er eentje over het hoofd gezien. Net wanneer ik dat zeg, kreeg ik een shotgun. Dankjewel. Typical. Dit is... Oh, een paarse shotgun. Oh my god. We hebben echt heel goede loot. Kom op, we hebben grote kans dat we dit potje kunnen winnen. Het is wel heel saai, maar dat maakt nu even niks uit, denk ik. We gaan het waarschijnlijk gewoon straks winnen met 4 kills. En dat zijn de 4 laatste die we moeten killen. Ja, ik weet dat hier een chest zit, guys. I know it, man. I know it. Oh my god, nog een medkit, man. Die kan ik ook gewoon niet meenemen. Poep, 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 poep. We moeten nu wel verder dan lopen. Oh jee. Poep, 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 poep. Ja, ik weet niet hoe dit gaat doen, maar. Oké. This guy is shooting at me. Where are you at, bro? Oké, doei. Oké, dat waren al 2 kills. Is dat een AR marksman? Oh, sniper bullets, die kan ik wel gebruiken. Nieuwe blauwe SMG, sick. Oké, dat zijn 2 kills, nice. Hebben we tenminste nog 2 kills. Kunnen we zeggen dat we 1 team hebben uitgemoord, dus dat voelt dat wel lekker.
ga die shield potion nog niet opdrinken, denk ik, want het is niet waard om dat op 75 te doen. Ik weet niet of jullie ooit al zo'n saaie Fortnite game hebben gezien bij iemand op YouTube, maar als je toch een saaiere game kent, laat het dan zeker weten, want ik heb nog nooit zo'n saai potje Fortnite gespeeld. Ik ben nu echt al een half jaar aan het rennen. Natuurlijk, jullie zien dat niet allemaal, want ik knip het er allemaal uit, de saaie stukjes, maar het gaat om het idee. Oké, daar zijn dus drie mensen. Dat is dus het probleem aan squads. Ik speel nu tegen drie andere fucking randoms. Ik denk dat het beste is dat ze gewoon wegrennen, want anders gaan we dit niet overleven tegen drie mensen. Oh my god, ik was vergeten dat deze berg hier zo snel naar beneden ging. Oké, daar waren we dus bijna dood. Dat was heel fucking dom. Oké. Sowieso zijn er ook een paar mensen bosjes. Er leven gewoon nog maar 9 mensen en ik heb helemaal nog geen ene shit gedaan in deze game. 9 mensen, dat is 1 team van 4, dat van daarnet. 1 team van 3, sorry. Ikke, dus dat is in totaal 4. En dan leven er nog 5 anderen. Dus er zijn al sinds geen 2 teams van 4 meer. Tof om te weten, al sinds. Dat ik niet moet gaan worryen om 2 teams van 4. Dat zou kut zijn. Oké, hier een mooi torentje. Oké, die dude springt van zijn dak af. En ik ga in zijn huisje, oké. Daar nog een solo player. Beter blijft hij even op zijn trapje stilstaan. Die blauwe sniper. Please die! Ah, kut. Oh, ik doe mijn rug checken natuurlijk. Ik word getagd door iemand anders. Oké, die doet dus mij aan pushen. Die mensen links, ik weet niet wat die aan het doen zijn. Ik ga nu fucking die shield potions ook drinken hoor. Oké, dat was even close. Ik bedoel, we werden wel mooi gepusht door iemand. Die ook nog eens best veel raak schoot. Oh shit! Opeens komt er iemand aangevlogen. Is dat een skybase? Ja, dat is een skybase. Waarom de fuck zijn er zoveel mensen opeens? Ja, dat is impossible om die mensen te hitten. Oké, dit gaat echt heel moeilijk worden. Oh, ja, wat doe ik toch weer? Oh my god. Oké, een shield potion indrinken. Daar zijn er nog mensen links, daarboven zit iemand. Oh man, this is gonna be a hard one. What the fuck, hoe is dat mis? Oh, net over zijn hoofd. Hier moeten we ook weer oppassen. Ja, er is iemand in het huis. Ik hoor het wel. Oh kut. Oké, nog 5 mensen leven er. Ik heb nog maar 3 kills. Ik weet niet eens hoe dan, maar. Ik ben ook nog bijna gast gekilled ook nog. Enemies. Doei. Doei, enemies! Hoezo is hij niet dood? Wait. What? Is er iemand onder mij? Ah, die is wel genokt. Oh my god, stop!
Oh my god. Fuck, hier. Solo squad win. We hebben misschien maar 5 kills, maar maakt dat uit? Dat maakt totaal niet uit. We hebben gewoon fucking een solo squad win. Heel in ons eentje tegen de solo squad. Eigenlijk was het alleen nog maar op het einde een beetje spannend. Want eigenlijk hebben we 6 kills, want we hebben één iemand naar beneden laten vallen. Dus die is eigenlijk door mij een soort van dood. Oké, solo squad win. Mijn eerste keer dat ik het probeer, elk mijn tweede poging. Want één keer was ik gefailed en was mijn camera uitgevallen. Maar joh, dat doet er niet toe. Terwijl ik echt wel heel beast ging. Maar dus, solo squad win. Hopelijk hebben jullie genoten. Drop een like, subscribe als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video, guys. Later.